Voordat we deze video gaan starten, wou ik nog een snelle disclaimer doen. Alles wat je gaat horen in deze video's zijn mijn mening, zijn ervaringen die ik zelf heb beleefd of die van vriendinnen, kennissen of familieleden. Als je wat hoort wat jou helpt in jouw leven, pas het toe. Maar ik ben zeker geen life coach of dating coach. Ik vertel jullie gewoon mijn ervaringen en hoe ik dingen zie. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben en deze video's leuk vinden. Doei guys, enjoy! Hi my beautiful lovelies, welkom bij een nieuwe video. Dit is de eerste video in de nieuwe series die ik wil gaan doen. Daten met Brandy. In deze eerste video gaan we het hebben over online daten. Hoe zet je een leuke, inspirerende, goede en sterke datingsprofiel online. En ja, wat zet je eigenlijk op je datingsprofiel? Wat voor soort foto's? Wat moet je in je bio zetten? Dat zijn allemaal dingen die we in deze video gaan bespreken. En in deze series ook. Dit wordt een hele lange series van datingsvideo's. En wat komt er allemaal aan bod? Online daten, vreemd gaan, side chicks, zelfvertrouwen in het daten. Er komt van alles aan bod in deze series die ik ga doen. Dit is de eerste video. Dus let's get into it. Als jij wil weten wat ik te zeggen heb en welke tips ik je mee wil geven over online daten en een goed profiel neerzetten, keep on watching. Zoals we allemaal weten ben ik pas 30 geworden. Yes, I'm a 90s baby. En toen ik opgroeide, was er van alles online. Er was Partyvlog, Fiesta Info, Hives, Tagged, er was MSN. Dus ik heb gewoon heel veel ervaring met online daten. Ik heb van alles geprobeerd. De nieuwere apps heb ik nog niet geprobeerd. Omdat ja, tegen de tijd dat ik eigenlijk de nieuwere apps moest proberen, had ik al een partner. Want er zijn een heleboel spelers die nu ja, een beetje een buzz hebben. Maar ik heb voornamelijk Badoo en Tinder gebruikt. En ik ga jullie wat tips meegeven hoe je een sterker profiel kan neerzetten. Ik heb wat notes. So, als ik notes heb, you know I mean business. Hè? Als ik notes heb, it's about to get real. Oké. Laten we beginnen bij de eerste onderwerp. En dat is foto's. Als ik het heb over foto's uploaden op jouw datingsprofiel, dan zijn er een paar regels waar ik me aan zou houden. De eerste is geen oude foto's. De foto's ik doe meestal foto's van 6 maanden, niet ouder dan 6 maanden. Als je een beetje hetzelfde, als je een persoon bent die heel vaak of heel lang hetzelfde eruit ziet, dan zou ik 1 jaar tot 1,5 jaar doen, maar niet ouder dan dat. I'm a black girl. Y'all know I'm a black girl and everything I do. Dus dat betekent dat ik de ene weekend heb ik paars haar, de andere weekend heb ik haar tot mijn bil, de andere weekend ben ik kaal, de andere weekend heb ik een bobpruik. Ik verander vaak mijn stijl. Niet zoveel meer als vroeger. Vroeger had ik vaker gekleurd haar of krullend haar of strecht haar of weef. Nu is het wat minder, hè? We worden wat ouder. Maar als je iemand bent die zijn look heel snel verandert, dan zou ik geen foto's uploaden die ouder zijn dan 1,5 jaar. Omdat mensen moeten wel een beetje een idee krijgen van hoe je er nu uitziet. En niet 1 jaar geleden, niet 2 jaar geleden. Nee, hoe je er nu uitziet. Dus als je vandaag op date zou gaan, moet diegene kunnen verwachten dat je eruit ziet als op je foto. Dus ik zou geen oude foto's 6 maanden aanhouden. Max pushing it 1 jaar. Maar niet ouder dan dat. Wat voor foto's ga je uploaden en hoeveel? Ik neem altijd de regel van 6 is genoeg om een idee van jou te krijgen. En 8 is super leuk. En net nog een beetje van, oh, ik snak naar meer. Ik zou niet meer dan 8 foto's doen, omdat ik heb zoiets van, je wil wel dat iemand met je op date gaat. En ik weet niet voor jou, maar ik had vaak als ik een profiel tegenkwam van een jongeman die misschien 20 foto's had, had ik bij de eerste paar foto's iets van, oh leuk, leuk, leuk. En daarna zag ik steeds meer van die persoon, waardoor ik zoiets had van, oh, misschien niet leuk. Omdat er zit geen context bij. Je kan niet met iemand praten. Je ziet iemand niet face-to-face. Het is, alles is wat je ziet online. Niks is, je kan niet een gesprek houden met de foto's. Of je kan niet iemands karakter zien van een foto. Dus ik zou genoeg doen zodat iemand een idee van jou krijgt, maar niet te veel zodat iemand zijn eigen mening over jou kan vormen zonder dat diegene jou kent. En dat doen we allemaal, maar als je iemand heel veel informatie geeft, dan kan je ook
zelf een karakter erbij bedenken, zeg maar. Dus ik zou niet meer doen als 8. Dat is altijd mijn regel. En vaak 6 is al genoeg. Wat voor soort foto's ga je uploaden? Ik zeg altijd, en ik kijk naar mijn notes als je denkt van waarom kijken ze steeds omlaag. Ik zeg altijd, er moet altijd een vol lengte foto zijn. Waar die persoon jou kan zien van de top van je hoofd tot de onderkant van je voeten. Tot je schoenen, zeg maar. Of zodat diegene een goed idee krijgt van hoe je eruit ziet. Wat jouw fysiek is. Je hebt mensen die houden van vol, je hebt mensen die houden van slank, je hebt mensen die houden van iets ertussenin. Je wil een beetje voor jezelf filteren, want online daten kan zo vermoeiend zijn. Maar door deze dingen te doen, die ik jullie ga vertellen in deze video, kan je voor jezelf al filteren zonder dat jij er echt mee bezig hoeft te zijn. Het filtert zichzelf al door een paar van deze dingen te doen. Dus ik zeg altijd, een vollengte foto is een must, omdat iemand kan dan echt een idee krijgen van wat jouw fysiek is en of diegene jouw fysiek bij zich vindt passen, zeg maar. Dan vind ik een facefoto altijd belangrijk. Een facefoto met make-up en zonder make-up of weinig make-up. Ik doe altijd eentje met glam als ik, ja, bijvoorbeeld een foto vandaag, als ik hoe ik dan aan het filmen ben, heb ik mijn make-up op, dit en dat. In mijn dagelijks leven heb ik vaak lipgloss op en mijn wenkbrauwen gedaan. Verder heb ik niks op. Dus ik zou dan ook zo een foto doen van dat ik bijna niks op heb. En dat ik gewoon mijn gebruikelijke everyday look op heb. Ben jij iemand die echt een make-up doosje is? Maakt niet uit. Maar dan zou ik wel een foto uploaden met een meer natuurlijkere look. Omdat, kijk. Het is natuurlijk niet leuk voor iemand om helemaal verliefd op jou te worden. En daarna gaat het ver. En dan heb je een keer geen make-up op. En dan denkt hij, damn. Dat had ik niet verwacht, weet je. We weten allemaal dat sommige vrouwen gewoon, ja, dat het echt een heel groot verschil kan zijn als je een full face op hebt of niks op hebt. Dus geef iemand een goed idee van hoe je eruit ziet in verschillende fases. Dus ik zou dan een foto doen met glam, als je iemand bent die glam draagt. Voor mij is dit glam. En een foto doen met weinig make-up of geen make-up als je daar comfortable mee bent. Ik heb meestal altijd een geen make-up foto of een foto waar ik alleen mijn wenkbrauwen en lipgloss op heb. Nou, en lipgloss heb ik altijd op. Dus dat is goed. Dan is het altijd leuk om een foto up te loaden waarbij je lol hebt. Je lacht. Je bent misschien met vrienden. Ik zou niet een hele vriendengroep doen. Maar gewoon een intiemachtige foto met 2 vriendinnen of whatever. Gewoon een foto waar je lol hebt. Zodat iemand ook kan zien van, oh, zo zie je eruit als je lacht. Of als je in een environment bent dat jou plezier brengt. Ik vind dat soort dingen altijd heel erg belangrijk. Of misschien iets waar je je hobby doet. Gewoon een vrolijke foto. Dat zijn de foto's die ik in ieder geval up zou loaden. Wat je daarna nog meer wil uploaden, dat is aan jou. Maar dit zijn echt de must, vind ik. Wat ik meestal altijd doe in mijn telefoon is, ik heb een mapje. En dat mapje noem ik vaak Tinder of datings app. En daar stop ik alle foto's in die ik op een app zou zetten. Op een datingsprofiel zou zetten. En die vernieuw ik dan om de zoveel tijd. Zodat ze up-to-date blijven. En zodat je ook niet hoeft te zoeken in je database, want ik weet niet voor jullie, maar ik heb 7000 foto's op mijn telefoon. Ik heb geen zin om elke keer te zoeken. Ik maak wel 10 foto's op een dag, dus het gaat bij mij super snel. Dus ik heb gewoon een handig mapje die ik erbij kan pakken. Elke keer wanneer ik dan een datingsprofiel wil maken. Alles zit in één mapje en het is makkelijk te vinden. Dus ja. Het volgende onderwerp is, welke naam zet je neer? Ik vond het altijd heel erg eng om mijn eigen naam neer te zetten, omdat de internet is vol met creeps. Dus ik had echt zoiets van, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om mijn echte naam daar neer te zetten. Terwijl ik niet zo goed weet, ja, wie er allemaal is, wie dat allemaal ziet. Dus wat ik meestal deed was een afkorting of een bijnaam. En vaak was dat wel heel dicht bij mijn echte naam. Of een naam waarbij mijn privé mensen me daarvoor kenden. Ik had bijvoorbeeld vroeger, toen ik jonger was, had ik een bijnaam. En die gebruikte ik vaak omdat er zijn wat mensen die mij zo kennen. Maar wat ik ook vaak neerzette was Bren of een beetje of een afkorting van mijn naam.
Dat zou ik je aanraden. Als jij je echte naam wil gebruiken, dat mag natuurlijk. Maar keep in mind dat de internet is just full of creeps, you know. En het is altijd wel, gewoon om jezelf een beetje te beschermen, zou ik gewoon een afkorting gebruiken. Of een bijnaampje waarvan mensen je gewoon kennen. En ja, dat is gewoon helemaal prima. Wat zet je in je bio? Ik vind het heel erg belangrijk om je bio in te vullen, omdat dat filtert mensen echt uit. Ik had altijd een hele leuke bio, al zeg ik het zelf, in mijn notities. Die had ik gewoon daar gemaakt. En die ging gewoon elke keer copy-paste als ik een online datingsprofiel ging aanmaken. En ik had er bijvoorbeeld in staan dat ik heel erg van anime hield. En dat hou ik ook. Ik hou heel erg van anime. En het was wel heel leuk, omdat ik kreeg andere reacties dan normaal. Ik kreeg bijvoorbeeld heel veel reacties van, oh, wat is jouw favoriete anime? En dat is al een conversation starter, weet je wel? Dat is al iets waarop mensen, waarop gasten konden inspelen van, oké, she loves anime, I love anime, weet je wel? Dus het is altijd belangrijk om in je bio dingen te zetten die jij wil dat mensen over jou weten. Ik noem maar op, zoals hobby's. Again, ik kijk even naar mijn notes. Wat je lekker vindt om te eten. Of überhaupt dat je foodie bent. Je hoeft niet. Kijk, het hoeft natuurlijk niet een hele 3 à 4 essay te zijn. Tuurlijk, weet je wel. Maar je kan wel neerzetten wat jij een beetje leuk vindt om te doen. Wat voor soort muziek. Of dat je creatief bent. Dat je houdt van foto's en video's maken. Dat je een drankje doen wel leuk vindt. Of dat je gewoon heel erg fan bent van manga. Dat zorgt ervoor dat mensen jouw profiel lezen. En gaan denken van, oh, oké, zij vindt dat ook leuk. Ik ook. En dan heb je al iets waarover je kan praten. En iets wat je gelijk al in gemeen hebt. Zonder dat je een hele conversation moet houden. Om er vervolgens achter te komen dat je niks in gemeen hebt. Mensen kunnen dan al een beetje voor zichzelf filteren. En ze weten dan al een beetje van waar ze over kunnen beginnen als ze jou willen benaderen. Want heel veel mensen weten ook niet zo goed wat ze als eerste moeten zeggen. Ik heb nog nooit echt iemand benaderd. Dat ik me kan herinneren online. Omdat ik vaak een beetje zoiets had van, ja, wat ga ik zeggen? Maar als je dan iemands bio leest. En ik lees altijd mensen bio's hoor. Ik vind dat altijd heel interessant. En dat is altijd wel fijn, want dan krijg je toch nog een soort van idee van iemand. Dus vul altijd je bio in. Maak een korte tekst. Echt een korte tekst. Wat je leuk vindt. Fotografie. Food. Fashion. Series en films. Manga. Klaar. Maak er wat leuks van. Wat kort van. En zie het verschil. Informatie delen. Keep in mind dat de persoon die je spreekt online, je kent die persoon niet. Ga niet te veel van jezelf delen. Ga niet te veel informatie geven. Ga het niet hebben over super, super, super persoonlijke dingen als je diegene nog maar 1 of 2 keer hebt gesproken. Keep that in mind. Je weet niet met wie je praat. Je kent die persoon niet. Je weet niet wat de morals zijn die die persoon heeft. Dus keep your information protected. Ga niet alles delen. People are crazy. And he could be the killer. Oké? Deel niet alle informatie. Dat is echt heel belangrijk. Omdat ik heb echt mensen gezien die dingen delen online. Waarvan ik denk van, like, no. Je wil niet na 1 keer spreken met iemand. Wil je niet dat diegene weet waar je woont. Welke nummer. Welke verdieping. Zodat diegene ongevraagd voor je deur staat opeens. Of je weet ik veel. Hè? Wees gewoon voorzichtig met je informatie. Want het is online daten. Like, no, don't do that. Just wees voorzichtig. En praat even met iemand voordat je iemand informatie geeft over jezelf. Dat is gewoon, denk ik, het belangrijkste. Hoe lang praat je met iemand online? Ik vind persoonlijk dat je heel snel nadat je klikt met iemand online gewoon moet afspreken. Omdat je wilt ten eerste je tijd gewoon niet verspillen. Want voor hetzelfde geld, ik heb bijvoorbeeld gehad dat ik heel lang sprak met iemand. En het was super leuk online. En we hebben alles gedeeld. En het was super leuk. En dan spreek je af na maanden. En je ziet elkaar in het echt. En je hebt totaal geen chemistry. Totaal niet. Het was dead. Het was droog. Het was de Sahara. Like, it was nothing.
Maar online en aan de telefoon was het super, it was lit. Maar in het echt was het totaal dood gewoon. Dus ga niet te lang praten online. Zorg ervoor dat je elkaar ziet. Dat je echt kan zien hoe diegene loopt, hoe diegene praat, hoe diegene eet, hoe diegene kijkt, hoe diegene met andere mensen interactie heeft. Hoe diegene is, zodat je echt een idee van kan krijgen van, oké, is dit iemand die, voel ik nog steeds die chemistry die we hadden online. Dat is echt super belangrijk, omdat op een gegeven moment ga je wennen aan het online aspect van alles. En is het echte werk gewoon niet zoals online, weet je wel. Dus ik raad aan om gewoon na, kijk, ik vind na een paar keer praten online kan je gewoon afspreken. Misschien een week, misschien 2 weken, hooguit een maand. Ga lekker afspreken. Ga lekker wat doen. Zodat je iemand echt kan leren kennen. Want online kan je iemand gewoon niet echt leren kennen. Dat weten we allemaal. Dat hebben we zo vaak gezien. You never know. Je kan iemand in het echt überhaupt nooit 100% leren kennen. Laat staan online als je elkaar nog niet eens hebt gezien. Je weet niet hoe die loopt, hoe die zit, hoe die doet. Misschien spreek je met hem af. En loopt hij wel gek of eet hij wel raar of vindt hij dat jij stinkt of vindt hij dat je, weet ik veel, gek lacht of zo. Dat weet je niet, weet je wel. Je moet elkaar in het echt ervaren. Dus online is cute, eventjes om elkaar te leren kennen en kijken eventjes of het een beetje klikt. En als je dat ziet, als je dat hebt vastgesteld, ga lekker afspreken. Dus ik zou aanraden niet langer dan een maand, want ik heb echt wel eens 3 maanden, 6 maanden verspild om vervolgens met iemand af te spreken waarbij het helemaal niet klikt. En dan heb je zo 6 maanden verspild aan iemand. Dus doe dat niet. Ga lekker na een maandje lekker afspreken en ervaar iemand in het echt. Wat nou als je nare comments krijgt of hele inappropriate comments of oeh, je lippen zijn zo dit en dat en daar kan je wel dat en dit mee doen. En gewoon vieze commentaar, nare commentaar, hoe ga je daarmee om? Nou, ik zal je vertellen, girl. Bij mij is dat het blokken en verwijderen. Blokken en verwijderen, tenzij dat iets is wat je fijn vindt of wat je graag wilt. Hè? Tenzij je wil gewoon friends with benefits en je wil iemand die commentaar geeft op je lichaam of wat hij ermee zou doen of whatever. Whatever floats your boat, maar ik was absoluut niet zo. En ik wou het nooit hebben over rollenbolle dingen. Ik wou het nooit hebben over seksuele dingen. Ik wou gewoon leuk en gezellig kletsen. Dus als ik die comments kreeg, blokken en verwijderen. Omdat ik vind, dan ben je al in een andere state of mind dan dat ik ben. Als ik online ging daten, ik had echt zoiets van, misschien kom ik iemand tegen, misschien niet. Maar ik zat daar niet voor quickie. Want dan had ik zoiets van, ja, dan ga ik liever met iemand die ik al ken of die ik misschien al heb gehad of whatever. Ik ga dan niet opnieuw weer iemand tot me nemen die, nee. Nee, dus als dat wel is waar jij voor bent, als jij gewoon een first benefit, a little sneaky link, a little something something zoek, dan moet je dat is aan jou. Maar voor de mensen die dat niet doen, als je nare comments krijgt of als je mensen op je afkrijgt die ja, seksuele dingen zeggen of whatever, gewoon blokken en verwijderen. Ga niet je tijd verspillen, whatever, blokken en verwijderen. Last but not least is praat met meerdere mensen. Ik ken een heleboel mensen die zeggen van, nee, ik kan me niet focussen op meerdere mensen en dit en dat. Praat met meerdere mensen. There is no harm als jij gewoon praat met een hele hoop mensen en het gewoon gezellig hebt met mensen. Omdat je bent nog single. Je bent nog aan het kijken met wie je echt een connectie hebt. En soms, ik heb wel eens gehad dat ik dacht dat ik een super goede connectie te hebben met iemand. En ik leer iemand anders kennen en daar is de connectie nog beter bij. Wat ik niet eens had kunnen verwachten dat het nog beter had kunnen worden. Dus praat gewoon lekker met verschillende mensen. Leer mensen kennen. Totdat je iemand vindt waarmee je echt zo goed klikt. En die je in het echt hebt gezien. En jullie besluiten allebei om op elkaar te focussen. Tot die tijd, play the field. Ga kijken, ga praten, ga lekker daten. Ga andere mensen ervaren. Dat is heel belangrijk. Omdat je moet nooit maar wedden op één paard. Hè? Totdat je besluit het paard te kopen. Hè?
bij wijze van spreken. Ik had toch nog één tip die ik jullie wil meegeven. Dit is echt de last but not least. En dat is, neem het aan, vanaf het begin, neem het aan het begin zeker niet super serieus. En waarom zeg ik dat? Ik ken te veel dames die online gaan daten en al echt, wanneer het één keer met in één gesprek met iemand klikt, dat ze gelijk willen weten, waar ben je naar op zoek en wat wil je? En ze gaan te serieus praten. Dat doe je in het echt ook niet. Ik weet niet, misschien jij wel, I don't know. Maar in het echt heb ik niet zoiets als ik bijvoorbeeld iemand ontmoet in de club. Ga ik niet een uur nadat ik met diegene praat gelijk zeggen, ja, maar waar ben je naar op zoek? Ben ik je type? Zouden we wat kunnen worden? Wat zijn je doelen in het leven? Nee, hou het luchtig. Hou het leuk. En als je langer met iemand praat. En wat ook fijner zou zijn, is ook in het echt. Als je elkaar in het echt spreekt. Als je, nadat je een idee hebt gehad. Van hoe diegene in elkaar zit. Dat je dan dan hebt over hele serieuze dingen. Gaat het gesprek natuurlijk die kant op, dan is dat wat anders. Hè? Sommige gesprekken gaan gewoon natuurlijk die kant op. Soms heb je zo'n diepe connectie met iemand dat je vanzelf over dat soort dingen gaat praten. Dat had ik bijvoorbeeld met mijn vriend. Niks wat serieus was, was geforceerd. Alles ging gewoon vanzelf. Dus als het vanzelf die kant op gaat, tuurlijk, by all means, just do it. Maar ga niet forceren. Weet je, ik ken een heleboel dames die echt al heel snel wouden weten van, oké, wat ben ik? Wat zijn we? Nee, girl. Als het, if it doesn't feel like anything, it's nothing. Weet je wel? Alles op zijn tijd. Neem gewoon je tijd. Neem ook je tijd om te weten waar jij met diegene wil zijn. Weet jij wat je wil van diegene? In plaats van iemand anders maar vragen van, hey, wat ben ik? Wat wil je? Waar ben je? Dit en dat. Zorg ervoor dat je zelf weet wat je van iemand wilt. Pak het gewoon rustig. Weet je wel, er zit geen haast achter. Je kan liefde ook echt niet haasten. Er zit geen haast achter. Als iemand voor jou is, is diegene voor jou. Maar ga niet bij de eerste, tweede of derde gesprek al super serieus lopen doen. Terwijl het eigenlijk gewoon heel luchtig was. En als je ziet dat iemand anders moved dan dat jij wil. Of dan dat jij moved. Neem afstand. Neem afstand, want je kan niemand dwingen om bepaalde dingen te doen of te zeggen of te vinden. Als jij heel serieus bent en je wil echt een relatie, je wil echt een toekomst met iemand, je wil trouwen, je wil kinderen, dit en dat. Neem ook gewoon de tijd om iemand echt goed te leren kennen. Ga het niet haasten, omdat je wil niet zomaar dat soort dingen met een random persoon. Weet je wel, je wil wel weten met wie je dat soort dingen gaat beginnen. Je wil wel weten met wie je een relatie begint. Je wil wel weten met wie je een kind maakt. Je wil weten met wie je gaat trouwen. Je wil, weet je, een heleboel dingen moet je toch de tijd voor nemen. En dat is ook gewoon als je iemand leert kennen. Neem gewoon de tijd. Je hebt alle tijd. Why not? Neem gewoon de tijd om iemand te leren kennen. Dat was de video, guys. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Subscribe, subscribe, subscribe. Zodat je geen enkele video mist. Dit was de eerste video. Ik ben nog steeds wel een beetje rusty met filmen. Dat wel. But we'll get back into the swing of things. Hè? Ik hoop dat jullie deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Heb je er wat aan gehad? Leave it in the comments. En heb je vragen over online daten? Of wil je tips? Of wil je dat ik ergens over praat? Of whatever. Leave it in the comments. Of stuur me een privéberichtje op Instagram. Dankjewel voor het kijken. Ik waardeer jullie. En ik zie jullie volgende week. Doei!